mijn naam is Luna en ik ben een tweedejaarsstudent Sociaal Werk, Kunst- en Cultuurbemiddeling aan de KDG in Antwerpen. Ik heb eerst een jaar filosofie gestudeerd, maar dat bleek al snel niks voor mij te zijn. Toen ik opnieuw twijfelde aan mijn studierichting, vroeg mijn zus mij: Luna, wat is uw droomjob? Toen ik klaar was met een uitleg, zei ze mij: maar Luna, kunst- en cultuurbemiddeling, dat staat gewoon op uw lijf geschreven. Echt? Oké! Bij de studierichting kunst- en cultuurbemiddeling word je helemaal ondergedompeld in de kunst- en cultuurwereld en dat op een heel praktische en specifieke manier. En zelfs in mijn tweede jaar al mag ik 3 maanden stage doen. En dat op mijn droomplek, hier, bij Stormkop. Hopelijk zit ik dan volgend jaar 6 maanden stage te doen in het buitenland.